Beste kijkers, op 10 november een Ajax slotstand van 8-14.63 en dat gaat gepaard met een redelijk turbulente, maar nog wel zwarte candle binnen de daily uptrend. Swingteller een tandje lager naar min 2, de RSI licht afbuigend en de DBS-indicator nog wel in een goudgele stand. Met andere woorden, die weerspiegelt de correctie. Maar de zogenaamde closing-stip ontbreekt en dat is een nieuw element in de indicator. En dat betekent dat het niet meer noodzakelijk is, althans op dit moment, om nog uitstaande koopposities, restant koopposities weg te doen. Want de daling, de correctiedaling, de berentikken, die lijken alweer wat af te zwakken. En dat komt misschien wel omdat de Fibo-grid rond 8.15 tot 8.10 dienst doet als vangnet, letterlijk als vangnet. En dat betekent dat de kans aanwezig is dat we binnenkort weer een hogere bodem gaan zien. En dat mag een opmaat zijn voor een nieuwe aanval op 8.24, krap 8.25. Dat is wel de rode streep die in het veld ligt en die geslecht moet worden om daadwerkelijk weer veel meer ruimte te krijgen richting hogere niveaus. Misschien toch nog ietsje meer zwart, die ruimte is er ook. We zien immers de groene strepen pas op 8.02 in het veld liggen. Met andere woorden, voorzichtig eventjes de kat uit de boom kijken en wachten op duidelijk witte candles, inclusief de draai in de swingteller. Dat zal dan nieuwe koopkansen met zich meebrengen. Kopen op zwakte lijkt vooralsnog wel de gewenste strategie. De DAX doet het wat dat betreft wel wat beter. Nu voor de vierde achtereenvolgende dag een witte candle. Swingteller een tandje hoger naar plus 4. En we zien op de DBS-indicator dat daar de enter long coaching stippen niet meer aanwezig zijn. De eerste drie dagen was gerechtvaardigd volgens de spelregels om een kooppositie in te nemen. Vandaag was het rustig de verrichtingen van de bulls gadeslaan en kijken of ze en bezien dat ze inderdaad naar licht hogere niveaus opkrabbelen. Hier nog niet echt een rode streep. Wel even oppassen als dat morgen wellicht gaat gebeuren rond 16.100. Dan kunnen we een kleine rem op de bullenparade verwachten. Maar vooralsnog goed aan zet en u ziet aan het aantal groene staafjes dat de uptrend al een flink aantal dagen gaande is. En op dit moment in ieder geval geen verzwakking. Maar goed, u weet, de beer loert altijd om de hoek, dus houd dat eventjes in de gaten. Terug naar AIX, daar zien we dus nog wel een gematigd positieve ondertoon. En welk fonds zou dan kunnen helpen om de AIX een beetje naar hogere niveaus te drukken? En ik heb er een gevonden, namelijk DSM. DSM volgt de spelregels alles in de plus. We zien een uptrendfase. We zien nu voor de derde achtereenvolgende dag een witte candle. Swingtellen naar plus 2. En hier zien we op de DBS-indicator nog de coaching stippen staan. Met andere woorden, het is nog gerechtvaardigd om koopposities in te nemen. En als je dat doet met een BNP Turbo Long positie, dan kun je lekker profiteren van de bullenparade die op dit moment gaande is. Geen belemmeringen boven in het veld, dus opstomen naar 195 en wellicht hoger. Dat zou de te bewandelen weg moeten zijn. En het is in ieder geval het meest waarschijnlijke scenario. Koopkansen voor DSM. Ik wens u een prettige avond.